één dag van huis ruilen met een 5-jarig kind. Wauw! Pas ik dus nooit in. Succes, lieverd. Oh! L. 1, 2... Lekker! Lekker? Zijn die meer dan kilo rijden? Waar ben ik beland? Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, heel verrassend, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Vandaag ga ik namelijk 1 dag van huis ruilen met een 5-jarig kind. Heb je hier nou heel erg veel zin in? Ik in ieder geval wel. Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Als we de like wil halen van 26.000 duimpjes, dan spreek ik met jullie af dat ik nog 1 keer van huis ga ruilen met een andere YouTuber of YouTubester. Ben je nog niet geabonneerd op mij en die kan... De kans is heel erg groot, want ik blijf nog steeds zien dat meer dan de helft niet geabonneerd is. Doe dat dan hier beneden eventjes en druk gelijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. En natuurlijk heb ik ook weer een vraag voor deze week voor jullie en laat even je antwoord achter hier beneden in de reacties. Als ik dan van huis ga ruilen met een andere YouTuber of YouTubester, met wie moet dat dan zijn? Laat even hier beneden een naam achter. En de naam die het meest genoemd wordt in de reacties, dus ga helemaal los, die moet ik een berichtje gaan sturen om van huis te gaan ruilen. Het 5-jarige kind waar ik vandaag mee ga ruilen, dat is mijn lieve neefje Maxime. En hij krijgt dus vandaag dit hele huis, volwassen mensenhuis, voor zichzelf. Ik hoop maar dat hij de boel niet af gaat breken. Goed, ik zou zeggen, op naar mijn kinderkamer. En ik ben hier met... Maxime! Kijk eens hoe tof, we hebben dezelfde outfit aan vandaag. Ja. Ik heb een vraag aan jou. Wil je vandaag 1 dag met mij van huis ruilen? Ja. Dat is wel heel erg snel geregeld. Ik ga dus zo meteen op jouw slaapkamer overleven. Waar mag ik vooral wel komen en waar mag ik vooral niet komen? Je mag niet op zo'n deze kamer komen, maar wel bij de rest. Daar liggen ook alle knuffels die niet hoeven gewassen. Oh, de niet gewassen knuffels. Die niet gewassen hoeven worden. Oh, ik weet denk ik al wat mij te doen staat vandaag. En mag ik niet komen dan? Jij mag niet in de gamekamer komen. Nou, mag ik dan jouw huissleutel hebben? Ja. Voordat ik 24 uur in jouw slaapkamer ga overleven, ga ik eerst jou naar ons huis brengen. Is dat goed? Ja. Let's go. Rut, ik heb een verrassing voor je, want zoals je weet zouden wij, als we de like al zouden halen, 1 dag van huis ruilen met een kind. Oh ja. Ik heb een verrassing voor je, want hier is mijn neefje. Maxime, inderdaad. Dus nu is Maxime in huis de baas? Ja, Maxime is vandaag in huis de baas en jij blijft dus hier. En ik ga naar een kinderkamer. En jij gaat weg? Ik ga weg. Dit is de huissleutel, die is voor jou. Pas jij dan een beetje op Rutger en op Paco? Ja. Succes, lieverd. Bedankt. Paco, gaan we eten. Oeh, nou? We gaan het ook meteen doen. Naar mij luistert ze nooit. Hoe deed je dat? Gewoon zeggen. Hoor je net? Thomas is weg. Dat betekent dat jij nu echt de baas bent. Dus wat wil je als eerste gaan doen? Wil je eerst eten of wil je iets anders doen? Eerst eten. Eerst eten. Oké. Okay. Het is tijd om naar binnen te gaan en mijn kinderkamer te gaan bekijken. Oh, kijk eens. Hallo. Dit is mijn lieve nichtje, Davida, hè? Ja. Kun je mij laten zien waar ik ga wonen vandaag? Je jas maar uit. Mijn jas? Moet ik mijn jas uitdoen? Je moet er vandaag blijven. Oh, jongens, waar kom ik terecht? Oh, wauw! Oh, is dit mijn kamer voor vandaag? Ik kan eerlijk zeggen, ik ben erg jaloers op jouw dekbed, Davida. Ik wil ook zo'n mooie roze dekbed, dus bij deze Rut. Weet je hoeveel rokken ik heb? Rokken? Wow! Is het allemaal van jou? Ja. Met zoveel kleding kan ik zeggen dat je erg op je oom lijkt. Wat is dit? Rutger. Denk ik een dag weg te zijn, is hij hier nog steeds. Rutger, jongens. Ik heb wel een beetje honger gekregen. Is er ook eten op deze kamer? Of... Nee, we wegen mede. Ja, maar het punt is dat ik niet naar beneden mag. Kun jij eten voor mij fixen? Ja. Ik heb zojuist een kind gevraagd om eten voor mij te maken. Ga kijken of ik wat lekkers voor je heb. Wat vind je lekker? Snoep. Oh. Nou, laten we dan beginnen met wat chocola neerleggen. Of wil je misschien toch liever KitKat? Dat kan ook. En wil je ook nog gekleurde kauwgomballen? Hier. Oh. Alsjeblieft. Ik heb hier ook nog ongeveer 1 kilo drop. Oké, wil je er een bordje bij? Nee, een bakje. Ik mag nooit... Zo veel. Alleen kauwgom moet je niet doorslikken, dat weet je, hè? Oh god. Heb je wel eens eerder kauwgom op? Nee. Oké. Okay. Lekker. Kan je mijn schoenen doen? Schoenen uitdoen? Kunnen 5-jarigen niet zelf hun schoenen uitdoen? Wel. Maar ik moet het doen. Ja, want ik ben de baas. Terwijl jij daar lekker zit te eten, moet ik hier zijn schoenen uitdoen. En zo. Oh, wat erg. Hier pas ik dus nooit in. Oké, ik zit. Volgens mij komt mijn eten eraan. Dit is mijn drinken. Oké, dankjewel. Ik krijg dus exact de maaltijd die Maxime normaal gesproken eet. Alles eten wat op je bord
bordje liggen. Oké, ga ik doen. Nou, bedankt. Dit is dus mijn lunch voor vandaag. Wat heb ik allemaal hier? Pindakaas, oké. Bosje, oh. Een pilletje en ei. Ik kan je wel zeggen dat je voortaan wat grotere stoelen neer mag zetten hier. Lekker. Goede lunch heeft Maxime elke dag. Ik ben benieuwd wat Maxime nu aan het eten is. Wat denk jij? Pindakaas. Pindakaas, nou. Hoeveel heb je er al op? 4. 6. Oh, 6. Kijk eens aan, meneer. Je gaat maar door. Oh, je bent aan de Milka begonnen. Het gaat helemaal mis. Ik heb straks een kotsmisselijk kind hier in huis. Maar ja, jij bent de baas. Ik heb niks te zeggen, Maxime. Jij mag het echt zelf beslissen. Nu wil ik nog een boterham met pasta. Paco, zit. Er worden hier behoorlijk wat commando's gegeven. Ik heb een heerlijke lunch op en dan is het nu eens tijd om mijn kamer te gaan ontdekken voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat hier allemaal te vinden is. Hier hebben we natuurlijk het geweldige bed, die is al helemaal goed gekeurd. Ik ga kijken wat er achter deze klok zit. Oh, boeken! Kijk! Heel veel! Heel veel boeken! Van alle huisarel video's is dit wel de meest boeiende kamer om even rond te snuffelen. Heb je ooit zo lekker gegeten als vandaag? Nee! Oh, nou dat is mooi om te horen. Bedankt voor het compliment. Maar heb je eigenlijk al goed je nieuwe huis bekeken? Want jij bent eigenaar van dit huis. Nee! Zullen we even een rondje maken door het huis? Om te kijken of er misschien wat leuks te ontdekken is. We beginnen boven. Logisch. Waar wil jij heen? Even bij de speelkamer. Wow, wat doe je? Wat doe je? Wow! Wat zie je nog meer? Oh ja, pak het maar allemaal uit hoor. Ik heb het voor niks zo netjes allemaal neergelegd. Tot zover mijn mooi ingerichte kast. Ondertussen is de kamer veranderd in één grote chaos. Met hier de aanstichter. Ga ik nog opruimen? Oh! Ja, oké, dus we gaan alles verhuizen. Heb ik net hele stapels hier voor Maxime lopen maken. Moet het weer naar de andere... Help mee! Help mee? Ik heb alles gedaan! Op de bouwen bedoel ik. Oh, oké, ja, dat is... Weet je waar me dit aan doet denken? Nee. Misschien kunnen wij hiervan een mand maken voor Paco. Nee! Daarvoor ben ik gewoon opnieuw bouwen. Help. Toen ik de kamer binnenkwam, zag ik dit al liggen. En hier staat mijn naam op, Thomas. En ik denk zo dat dit een berichtje is vanuit Maxime. Maxime heeft gewoon met deze letters allemaal opdrachten hier gemaakt. Wat staat er bovenaan? Verhaaltje voorlezen. Oké, ik ga voor je voorlezen. Mag jij zo zeggen of ik het goed gedaan heb, goed? Ja. Paar kleine ballerina's zijn verkleed als veeën. 1, 2, 3. Trek je voeten maar en zwaai met je armen, Lucy. Kom maar. Ja. Please. Gaan we erin? Ja! Ja! Oh! Blij hè, Paki? Je bent inmiddels weer aan de kauwgomballen begonnen, zie ik. Maar met het hebben van een eigen huis hoort er ook bij dat je bepaalde klusjes moet doen in het huis. Daarom heeft Thomas 3 opdrachten voor jou bedacht die ik aan jou moet geven. Kijk maar eventjes in die kast. Tada! Ja, de stofzuiger! Jij mag gaan stofzuigen! Dit is ideaal. Ik heb gewoon een persoonlijke assistent nu zelf maar ingeschakeld. Heel het huis wordt gestofzuigd door Maxime. Mag ik alsjeblieft klaar zijn? Ja, je bent klaar. Je hebt heel het huis gedaan. Yes! Ik hoop dat ik deze opdracht goed heb uitgevoerd. Dan is het tijd om te kijken wat de volgende opdracht is. Lego politie bouwen. Kan je vertellen dat ik daar toevallig heel goed in ben? Ik denk dat ik hier iets moet gaan bouwen. Zit ik zo goed in beeld, mevrouw? Ja. Ik heb echt de beste cameravrouw ooit. Het is lang geleden dat ik dit gedaan heb, maar het gaat me lukken. Oké, okay, man, heb je dit gezien? Ja, ik ben het toch. Het is moeilijker dan ik dacht. Ben je klaar voor opdracht nummer 2? Yep. Oké, je hebt de eerste supergoed gedaan, het huis is heerlijk schoon, maar tijdens het stofzuigen kwamen wij langs wat was wat nog moet worden opgevouwen. Kleren. Dus, ik zou graag willen dat je wat kleren gaat opvouwen voor ons. Ik kan nog geen broek opvouwen. Ja, ik dus ook niet. Je krijgt een minuut de tijd, die gaat nu in. Ik ben klaar met de Lego opdracht en ik hoop dat ik hem goed heb uitgevoerd. Dit is het eindresultaat. Heb ik het goed gedaan? Ja. Dat is mijn haar, ja. Het is tijd om te gaan kijken naar de volgende en de laatste opdracht voor vandaag. Knuffels wassen. Oh, jij bent je knuffels al aan het verzamelen? Ik bedoel, mijn moeder deed altijd vroeger mijn knuffels wassen, maar ik heb nooit mijn eigen knuffels gewassen. Maar goed, eens moet de eerste keer zijn. Ondertussen hebben wij een badje neergezet om de knuffels te gaan wassen. En kijk, dit is het bad voor de knuffels. En ook heel gezellig hebben we een eentje erin gedaan. Is er al knuffels die gewassen moeten worden? Nee, nog meer.
Een hele lange dag is dit. Laten we knuffels gaan... Oh, deze niet. Welke wel? Deze? Ja. Laten we knuffels gaan wassen. Ben je er klaar voor? Hoppakee. Ik ben heel benieuwd wat Rutger en Maxima aan het doen zijn nu. Hoe lang moeten ze erin? Heel lang. Heel lang. Wel een beetje. Ja. Oh, is weer binnenstebuiten. Snel, doe hem helemaal omkeren. Ik heb je broek op om binnenstebuiten te gaan. Het is toch Thomas' t-shirt. Helemaal goed. Doe het dan! Yes! Ja, zo doe ik het ook altijd inderdaad. Ja, heel goed. Kijk, dit is mijn kant. Dit is Thomas' kop. Ik heb heerlijk gewassen. Ik heb gebouwd. Ik heb heerlijk geluncht. Ik heb niks gedaan! Nee, jij hebt niks gedaan inderdaad. Het gaat mis hier. Ik wil jullie vertellen, ik vond het een leuke, maar ook een erg intense dag vandaag. Ik heb opeens een top idee waar ik mijn nichtje ook heel blij mee ga maken, denk ik. Ik mag vandaag eigenlijk niet van deze kamer af, toch? Maar ik heb een idee. Wij gaan straks stiekem naar beneden. Weet je wat we dan gaan doen? Naar de McDonald's. Zullen we dat doen? Ja, dat mag van mij. Want ik ben de baas. Jij bent de baas vandaag. Maar dat is niet de challenge, want ik mocht eigenlijk niet weg. Maar we gaan het toch doen. Goed zo. Maxime, je hebt nu een paar rotklusjes gedaan die je moet doen als je een huis hebt. Maar, weet je wat wel heel erg leuk is als je een huis hebt? Je mag zelf bepalen wat je gaat avondeten. Maxime, wat is nou jouw lievelingseten? Wat vind je nou echt het lekkerste? Waar ga je het liefste heen om te eten? McDonald's. McDonald's? Ja. Zullen we gewoon naar McDonald's gaan dan? Ja, dan kunnen wij vast gaan eten. Ja! Met de Tesla? Oké, gaan we met de Tesla. Mag ik dan onderweg een filmpje kijken? Ja. Tot zo. Is dit ook? Ja. Ja, hallo. Mag ik 2 met flurries? Trouwens, we gaan ook 1. Een Happy Meal bedoel ik. Sorry. Oh. Met kipnuggets. En wat voor fruit wil je erin? Water. Wat voor drinken wil je erbij? Die rode. Met fluffy bij. Kijk eens, nog meer. Wil je dit allemaal vasthouden? Kijk, nog 1. Ja, en nog 1. Nee, vasthouden. Zo. Goed zo, goed vasthouden. Lukt dat? Zo kan ik niet eten. Ja. Jij hebt dit allemaal besteld. Wow. Yeah. Jongens, zijn jullie meer dan kilo rijden? Maar we gaan het niet nog een keer doen. Hij schoot eventjes uit. En we zijn er bijna. We gaan wel in de auto eten. Weet je wel wat je wilt? Ja, ik weet het wel. Nou, wat dan? Wat wil jij? Wil jij een Happy Meal? Smakelijk. Smakelijk. Wie is de leukste oom van de hele wereld? Ik? Oh, bedankt. Dat is heel lief. Is het echt waar? Lekker? Ja, heel lekker hoor. Kijk daar! Volgens mij is dat Rutger. Oh nee, ze hebben ons gezien. Hoi. Hey, dat is toevallig. Ja, dat is toevallig. Hebben we allemaal opdrachten gedaan? Ik heb al jouw opdrachten gedaan. Ik moest dus eigenlijk op jouw kamer blijven. Maar ik dacht, ik ga stiekem even met Davina naar de McDonald's. Wie komen er aanrijden? Rutger en Maxime. Hoe vond jij het om vandaag heel het huis voor jezelf te hebben? Leuk! Vond je het leuk, ja? Wil je dat nog een keer? Ja. Gaat niet gebeuren. Ik kan je vertellen dat ik het bij jullie ook heel erg leuk vond. En ik vind dat jij een hele stoere slaapkamer hebt. Ik heb al je klusjes uitgevoerd. Ik hoop dat je mijn klusjes ook goed hebt uitgevoerd. Heb je de politiebureau gebouwd? Niet helemaal. Maar een stukje. Ja. Vond jij het ook leuk, Davina? Ja. Oké, goed zo. Die is nog lekker aan het eten. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan eventjes. Een duimpje omhoog. Ja, doe een duimpje omhoog. Want als we een like willen halen, dan ga ik gewoon nog een keer van huis ruilen. Hier, abonneren en doei. Abonneer even inderdaad. En ben je niet op Rut geabonneerd, doe dat dan ook even hier beneden. Dan wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken. Vergeet niet even een naam hier achter te laten met wie ik de volgende keer moet gaan ruilen. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei. Doei.